Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Je kunt me tegenwoordig ook een bedankje sturen als je mijn video's leuk vindt. Hieronder aan de video zie je een button bedankt staan en ja, de rest wijst de weg. En mocht het nou niet lukken om dat via YouTube te doen, dan kun je mij ook een bedankje sturen op een andere manier. Via de link in de beschrijving en in de reacties heb ik een link geplaatst. Nou, lieve mensen, alvast al enorm bedankt. I love you. Nou, we zijn gebleven bij redenvoering 10 van het boek Saint Germain, het werkboek. En we gaan weer verder. Saint Germain, 3 november 1932. Ik zal de aanroeping rustiger vertellen. Want in de reacties had ik vernomen dat mensen dat prettig vinden als ik de aanroeping rustig zeg. Dus hier ga ik beginnen. Aanroeping. Machtige, lichtende tegenwoordigheid. Ik ben de zegenvierende macht. Ik ben de stralende glans die alle materie vervult. Ik ben het leven dat door elke schepping vloeit. Ik ben de intelligentie die elke activiteit beheerst. Zowel de innerlijke als de uiterlijke. En ik verenig beide tot een volmaakte activiteit. Machtige tegenwoordigheid die ik ben. Vanuit uw licht werd alles in de materie gebracht. Ik ben de onuitputtelijke energie. Beheerst door uw wonderlijke oneindige intelligentie. Verlicht de schitterende kern in de lichamen die onder deze straling komen. Laat dit licht groeien tot de volledige verlichting van denkvermogen en lichaam. En verhef deze tot in uw actieve volmaakte eeuwige nabijheid. Almachtig licht. Zend uw stralen naar het hart van de hele mensheid en naar alle openbare plaatsen. Beveel de mensheid uw gerechtigheid, verlichting en volmaaktheid uit te drukken. Schenk de mensheid verlossing, bevrijding en licht. Beveel de mensen te gehoorzamen aan uw heersende grondbeginsel in alles wat zij doen. Ik groet u vanwege de grote heerschaar van de beminden, die steeds waken over en hulp verlenen aan diegenen die hen toegewijd zijn. Nou, we gaan verder met de redenvoering. Na eeuwen van activiteit hebben wij nu het punt bereikt waarop de ervaringen van al die eeuwen ogenblikkelijk in actie treden. En waarop alle tijd en ruimte nu de ene tegenwoordigheid wordt, God in actie. Als u weet dat de goddelijke tegenwoordigheid, ik ben uw hart doet kloppen, dan weet u ook dat uw hart de stem is van God, die spreekt. Wanneer u mediteert over de grote waarheid, ik ben de allerhoogste intelligente activiteit die zich uitdrukt door mijn denkvermogen en hart. Dan brengt u het ware, betrouwbare, goddelijke gevoel in uw hart. De mens heeft zo lang oppervlakkig lief gehad, eens de student zich er werkelijk van bewust wordt dat God liefde is en dat ware liefde vanuit het hart komt, dan zal hij begrijpen dat wanneer hij zijn aandacht vestigt op het verlangen, liefde uit te stralen voor eender welk doel. Dit het absolute voorrecht is van het menselijke bewustzijn. Dat eindeloos liefde kan opwekken. De mens heeft vroeger nooit begrepen dat goddelijke liefde een kracht is. Een tegenwoordigheid, een intelligentie, een licht dat kan aangewakkerd worden tot een onbegrensde vlam of vuur. De tegenwoordigheid van liefde zou in de bewuste intelligentie van ieder persoon en vooral van de studenten van het licht zodanig gecreëerd en ontwikkeld moeten worden dat het een onoverwinnelijke, onuitputtelijke, vredebeheersende tegenwoordigheid wordt.
eender waardebewust persoon zijn wens naar te richten. Ooit is er gezegd dat liefde niet mag bevolen worden. Ik zeg u, liefde is het eerste grondbeginsel van het leven. Ze mag eindeloos ontwikkeld worden, om ze eindeloos te gebruiken. Dit is het geweldige voorrecht van het bewuste gebruik en de beheersing van liefde. Met het woord ontwikkelen bedoel ik door bewuste toewijding de deur openen naar de uitstorting van deze onuitputtelijke fontein van liefde, die het hart van uw wezen is, het hart van het universum. Studenten die mediteren over de eindeloze liefdeskracht worden hierdoor zodanig overspoeld dat zij er onbeperkt gebruik kunnen van maken, indien zij deze liefde bewust sturen. Wanneer mijn geliefde studenten hun bevrijding van bepaalde gebeurtenissen of uiterlijke activiteiten willen bespoedigen, kunnen ze zeggen, ik ben de bevelende tegenwoordigheid, de onuitputtelijke energie, die goddelijke wijsheid, die ervoor zorgt dat mijn wensen vervuld worden. Dit is de snelste manier die de ware wet van uw wezen kan toestaan om u te bevrijden van alle ongewenste omstandigheden. Verder moet u nog weten, de tegenwoordigheid die ik ben, wordt niet beroerd door verstorende omstandigheden van buitenaf. Ik vouw rustig mijn vleugels en ik wacht de volmaakte werking af van de goddelijke wet en de gerechtigheid van mijn wezen. Ik beveel alles in mijn cirkel te verschijnen op volmaakte goddelijke wijze. Dit is het grootste voorrecht van de student en het zou steeds moeten bevolen worden. Ik ga u nu iets zeggen wat zeer aanmoedigend zou moeten zijn. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het ook zo, elke student die ernstig streeft naar het licht, wordt gehard, zoals u de materie hardt, wanneer u het beste en het stevigste staal maakt. Dit bekomt men door levenservaring. Wanneer iemand die vurig verlangt om bevrijd te worden, steeds door nieuwe ervaringen op de proef wordt gesteld, wordt zijn karakter gesterkt en gehard, zoals staal. Dit bezorgt hem uiteindelijk het volmaakte en eeuwige meesterschap over de materie. Wanneer iemand dit correct begrijpt, kan hij ongedwongen vreugde scheppen in deze ervaring, die hem in staat stelt zich te wenden naar de glorievolle, wonderlijke Ik Ben tegenwoordigheid, en kan hij zich hierin koesteren. Aldus beminde studenten, jullie zouden nooit afkerig mogen staan tegenover rechtschapenheid en tegenover ervaringen, die soms zwaar op jullie schijnen te wegen. Verheug u dat elke stap voorwaarts niet moet herhaald worden en dat dit u leidt naar het eeuwige doel. Volgens mij vergeet de student dikwijls, ik ben de sterkte, de moed en de kracht om gestadig vooruitgang te maken in alle ervaringen, welke ze ook mogen zijn, ik ben steeds vreugdevol, gelukkig, vredevol en harmonisch door de glorierijke tegenwoordigheid die ik ben. Bij de start van een wedloop verwacht de atleet de overwinning. Wanneer hij het doel nadert en zijn tegenstander dichterbij komt, spant hij al zijn krachten in. Zijn ademhaling wordt kort en met een laatste krachtinspanning bereikt hij de eindstreep en de overwinning. Hetzelfde geldt voor studenten. Ze weten dat ze niet kunnen falen wanneer ze gebruik maken van de Ik Ben tegenwoordigheid. Alles wat u hiervoor moet doen is, kom tot uzelf, omgeef u met al het nodige en wijf uw tegenstander vaarwel. In tegenstelling tot de atleet heeft de student het geluk dat hij weet dat hij niet kan falen. Omdat hij weet, ik ben de onuitputtelijke energie en intelligentie die mij ondersteunt. De student zou moeten begrijpen en zich steeds herinneren dat de kracht van precipitatie besloten ligt in de Ik Ben tegenwoordigheid. Ik ben hier, het grondbeginsel van het leven en de intelligentie in dit lichaam. Ik ben overal, zelfs in het hart van God, de heersende intelligentie van het universum.
Daarom weet ik wanneer ik eender wat wens precipiteren. Ik ben de werkzame kracht. Ik ben de leidende intelligentie. Ik ben de substantie waarop de handeling gericht is. En ik weet dat ik ze zichtbaar maak om ze te gebruiken. Wanneer de student over de vorige zin nadenkt, zal hij deze activiteit zonder spanningen of angst in praktijk brengen. Studenten die met de precipitatiekracht werken, stellen zich zeer dikwijls vragen over geld. De eerste vraag is: kan geld geprecipiteerd worden zonder dat het een weerslag heeft op het economische beleid? Sinds men geld gebruikt als maatstaaf voor uitwisseling, is goud zogezegd de maatstaaf en het hart voor geld en de waarborg voor elke uitgifte. U weet allicht dat er ontelbaar veel rampen geweest zijn waarbij goud en papieren geld in hun tastbare vorm vernietigd werden. Biljoenen dollars zijn op deze manier verdwenen. Daarom zal het precipiteren van geld of goud, want gewoonlijk wordt er goud geprecipiteerd, de grens die een regering bepaalt, heeft voor haar gebruik, niet overschrijden. Ik zeg u nogmaals dat de biljoenen Spaans goud en coupures van andere landen verbrand zijn, verloren, gezonken in zee en zo verder. Er is zoveel verdwenen dat men al zeer grote hoeveelheden moet precipiteren, vooraleer de legaliteit hiervan in vraag kan gesteld worden. Meestal echter wordt goud in zijn natuurlijke vorm geprecipiteerd. Daarom is het steeds wettelijk hiervan gebruik te maken. Aangezien de wereld onlangs een beloning bood voor meer goudproductie, waarom zou men het dan niet precipiteren en de wereld zegenen door het te gebruiken? Ik acht mezelf niet verantwoordelijk voor de vragen die zullen gesteld worden wanneer u het precipiteert. Tenzij u een mijn bezit, zodat men kan aannemen dat het daaruit komt. U hebt er geen idee van hoe nieuwsgierig anderen zijn, wanneer u hun aandacht vestigt op goud. Ik verzeker u dat zij onmiddellijk branden van verlangen. Het is echter de ik ben tegenwoordigheid die hierover heerst. Het vermeende verlangen van anderen om de bron van goud te kennen is slechts een geraffineerde manier om uw bron te ontdekken. Ik zou hun vragen beantwoorden door te zeggen dat het hen niet aangaat. Zeg gewoonweg: hier is het goud, test het uit. Wanneer het niet 100% zuiver is, mag u het weigeren. Wanneer het wel zuiver is, bent u verplicht het te kopen, volgens de heersende wetten. Het gaat dus over goud materialiseren. Ja, dus als je goud creëert, zoals een alchemie doet, een alchemist. Dus dat je gewoon goud kan maken, je kan eigenlijk alles maken wat je wenst. En als ze vragen waar het vandaan komt, dan zeg je dat het ze niks aangaat. Beminde studenten, u zult begrijpen dat u enkel bij activiteiten in de fysieke wereld een middel om uit te wisselen nodig hebt. Ja, dus alleen in de fysieke wereld heb je middelen nodig om uit te wisselen. En als je de materialisatie en alles kent, dan zijn die dingen allemaal niet nodig. Je hoeft het dan niet uit te wisselen, want iedereen kan het. Op het ogenblik dat iemand de precipitatiekracht kan benutten, dus precipitatie betekent materialisatie. Dus het creëren uit de kosmische substantie. Heeft hij goud, geld of een ander ruilmiddel enkel nog nodig wanneer situaties dit vereisen? Wanneer u één voor één de verheven staat bereikt, zult u dikwijls hartelijk lachen om het schijnbare belang van deze materiële problemen van de fysieke wereld. Ze zijn allemaal slechts Maya. Maya is ego. De valse architect, wat voortdurende verandering betekent. Herinner u dat er in het universum slechts één iets is, dat duurzaam, werkelijk en eeuwig is, namelijk de ik ben tegenwoordigheid, God in u, die de eigenaar, de schepper en de intelligentie is, die al het materiële beheerst. Beminde studenten, om te weten dat u deze tegenwoordigheid bent, zorgt deze ik ben tegenwoordigheid ervoor dat u niet afhankelijk bent van het materiële. Versta mij niet verkeerd. Ik weet dat u dit voldoende moet begrijpen, maar wanneer u oprecht bent en onverschrokken en vastberaden de ik ben tegenwoordigheid
God in actie in u erkent, dan zult u merken dat u zich verheft, zelfs in de materiële betekenis, tot in deze heerschappij en onafhankelijkheid, waarin u aan alle materiële noden kunt zeggen, is het mogelijk dat jij me ooit in beroering bracht. Sommigen onder u hebben er een flauw vermoeden van hoe grof en hoe plomp de materie lijkt te zijn. Eens men ervan bevrijd is, voor uw fijnere, hogere waarneming, lijkt het ongelooflijk dat u hierin hebt kunnen wonen en er nog steeds in woont, en dat u een lichaam gebruikt dat zo plomp en zo onvolmaakt is, indien u lang geleden de Ik Ben tegenwoordigheid erkend en opgeëist had. Zoals u vandaag doet, zou deze uiterlijke vorm zo verfijnd zijn, dat u met zeer veel gratie zou kunnen incarneren. Hoe dan ook, u kunt enkel blij zijn met elke vordering die u maakt en elke vordering die u hoopt te maken. Want hoop wordt geloof en geloof wordt realiteit. Mooi. Beminde studenten, wees nooit afkerig van ervaringen in de materiële wereld. Maar aanvaard ze en verheug u elke dag, elk uur en elke minuut, die u dichter bij het doel van de vrijheid brengt. Bevrijd u van begrenzingen en verheug u in de vrijheid waar u zo naar verlangd hebt. Zie je dat je dus niet afkerig moet zijn? Heel veel mensen die worden dan bang voor materiële zaken. Ja, of geld maakt niet gelukkig, of je mag geen geld hebben, of je mag geen mooie dingen bezitten, of je mag niks terugverlangen. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Ik bedoel, dat heeft niks met verlangen te maken. Je geeft uit je hart. Ja? En als iemand jou ook iets wil geven, dan moet je daarvoor openstaan. En dan moet er ook een mogelijkheid zijn, of je moet ook die ruimte geven, dat iemand jou ook kan geven. Want namelijk, hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. En als iedereen geeft en niet wil ontvangen, dan kan jij zelf dus ook niet geven. Want niemand ontvangt. Snap je? Dus dat is heel erg belangrijk. Je moet je niet laten verplichten. Als je iets geeft, is het belangrijk dat je vanuit je hart geeft, omdat je het leuk vindt. Het leuke van het geven. Ja? De blijdschap van het geven. En dat mensen het waarderen dat je geeft. Maar als iemand dus het niet wil ontvangen, dus als jij iets geeft wat iemand niet wil ontvangen, ja, dan houdt het dus ook op. Dan blijft die stroom, die kan niet stromen. Ja? En dat is hier ook, verheug je juist op de mooie dingen. Ja? En verheug je inderdaad vooral op dat je dus materiële vrijheid ervaren gaat. Ja? En dat je dat al bent, of dat je al rijk bent. Want dat ben je al. Alle substantie van alles zit al om ons heen. Dus wees niet afkerig van de ervaringen in de materiële wereld. Ja, dus maar aanvaard ze en verheug u elke dag. Ik ken nu ook veel mensen die bijvoorbeeld hun haren niet meer wassen, omdat ze vinden dat het haren wassen niet hoort of niet hoeft of weet ik veel wat. Nou, sorry, maar echt, was je haar. Het ruikt lekker. Ja, of dat douchen, dat ze niet meer douchen omdat ze aan het klimaat denken. Nou, sorry, maar ze stinken. De mensen ruiken niet meer fris. En het is helemaal oké wat iemand zelf moet doen, maar dat is dus niet de weg. Het is niet de weg om jezelf te gaan laten verwaarlozen en om jezelf te laten beïnvloeden over het hele klimaatgedoe. En weet ik het veel wat allemaal, dat je denkt aan de natuur, ja, dat je schoner gaat leven, dat je juist schone producten gaat gebruiken voor je haar. En natuurlijke producten, dat is allemaal helemaal perfect, dat is ook waar we naartoe willen. En dat je aan het milieu denkt gewoon, hè? Dat je geen troep op straat gooit. Dat is alleen maar mooi, dat hoort bij schoonheid. Maar kom op, jezelf laten verwaarlozen omdat andere mensen dat willen, dat is natuurlijk helemaal niet oké. Of omdat je denkt zelf dat te willen. Nou, het licht groeit uit tot een grote schittering in sommigen onder u. Blijf rustig, onbevreesd en vastberaden om de hoogte te beklimmen. Want ik ben die grote tegenwoordigheid die u ondersteunt en u kunt niet falen. U kent het oude gezegde om iemand aan te sporen. Onder soldaten werd het gebruik om te zeggen dat ze laf en achterdochtig waren. Welnu, geliefde studenten, ik zeg u bent niet laf, maar u bent achterdochtig voor het gouden licht van waarheid. De heerschappij en het meesterschap over alle materie, waaraan u gekluisterd bent. Met één machtige golf van de Ik Ben tegenwoordigheid verbreekt u elke kluisterende keten, vernietigt u elk gevoel van beperking
en bereikt u uw vrijheid, het glorievolle, stralende koninklijke wezen dat u werkelijk bent. Ik gebruik graag de bevestiging, ik ben hier en ik ben daar. Wanneer u dit in beschouwing neemt, overstijgt u elk gevoel van afscheiding. De student is min of meer onzeker. Dit veroorzaakt steeds angst en angst veroorzaakt spanning. Wanneer u toetreedt tot de hogere activiteit, zult u zich meer en meer ontspannen voelen. Wees steeds rustig en evenwichtig wanneer iets moet gemanifesteerd worden. Wees steeds gelukkig en verheug u in de tegenwoordigheid, maar behoud altijd uw evenwicht. Dit is de middenweg. Blijf steeds in dit centrale evenwicht. Men kan even diep verheugd zijn wanneer men rustig en evenwichtig blijft, dan wanneer men overdreven uitbundig is. Rust en evenwicht drukken iets bepaalds uit, dat anderen nodig hebben. Ieder mens heeft nood aan rust en evenwicht en aan de bewuste verwezenlijking hiervan. Want dit laat nooit iemand onbeschermd. Evenwicht heeft een bepaalde kracht van zelfbeheersing en waakzaamheid in zich. Dit is noodzakelijk. U zult niet enkel verheugd zijn, u zult nu en dan zelfs verbaasd zijn over de wonderlijke zaken die hieruit voortvloeien. Zeg, ik ben het volmaakte evenwicht dat alles beheerst. Wanneer u de ik ben tegenwoordigheid gebruikt, wees dan overtuigd van de duurzaamheid hiervan. Iedereen probeert dit. Wanneer u niet onmiddellijk resultaat behaalt, ga dan gewoon door. U behaalt vast en zeker resultaat als u bij het drinken herhaaldelijk zegt: ik ben de tegenwoordigheid die dit water oplaat met de levendgevende kracht. Ik neem dit volledig in mij op. Het vernieuwt mijn lichaam en zorgt voor volmaakte gezondheid en eeuwige jeugd. Bevestig dikwijls: ik ben hier en ik ben daar. Ik ben overal de bewuste handeling. Zeg bij disharmonische toestanden: ik ben de tegenwoordigheid die dit verhindert. Ik ben de positieve, vreedzame beheersing van deze hele situatie. Het ik ben bewustzijn bevat de wijsheid die weet wat nodig is. Weet steeds: ik ben de heersende, leidende tegenwoordigheid van deze vergadering of deze situatie. Niets verschijnt in fysieke vorm. Vooraleer het eerst vervolmaakt werd in de onzichtbare en of hogere sferen. Studenten zouden dit onderricht niet moeten bespreken, maar zich enkel verheugen in het zelf naleven ervan. Indien ze dit doen, zullen ze zoveel meer ontvangen, omdat er geen tegenstrijdige trillingen zullen zijn om hen te verstoren. Wonderlijke goddelijke tegenwoordigheid. Ik ben. Wij loven en danken u voor het gevoel van zekerheid, van uw tegenwoordigheid. Dat groeit in het bewustzijn van deze studenten onder deze straling. Wij verheugen ons in het grote licht van uw tegenwoordigheid, dat iedere mens en de hele mensheid omhult en dat elke wanklank verandert in liefde en vrede. Wij danken u. Nou, lieve mensen, dit was Redenvoering 10. Het is een fantastisch boek en ik kan het de hele dag luisteren om steeds meer in een hogere energie te komen. Je voelt het ook echt. Nou, en ik heb natuurlijk de video's van deze redenvoeringen allemaal in een map gezet, dus in een playlist. Dus jullie kunnen gewoon, als jullie op het kanaal van mij klikken, en daar zie je dan een balkje met allemaal buttons, en daar zie je playlist onder staan. Als je daarop klikt, dan kun je dus gewoon gemakkelijk de redenvoeringen terugvinden in een playlist en dan kun je ze allemaal na elkaar afspelen. Nou, bedankt weer voor het kijken. Ik zie jullie volgende week donderdag weer. Want ik doe iedere donderdag de redenvoeringen uploaden. Iedere maandag citaten, vragen en antwoorden. En tussendoor zal ik jullie weer verrassen met veel leuks en andere grappige dingen ook. Hè? Want humor moet er natuurlijk in blijven. Nou, ik hou van jullie heel veel. En succes met alles. Doei!